Een bijzondere herdenking voor Anthony, Levi en Elvis bij de Johan Cruijffkoort in Eindhoven. Vrienden en familie kwamen woensdag bij elkaar om de drie omgekomen tieners te herdenken. Fijn dat de jongens zo populair waren en dat het toch nog 4 maanden later nog steeds zo leeft, dat ze niet vergeten zijn. Nabestaanden kregen een foto van de jongens en er werd een spandoek opgehangen. Ja, nou hoorden we vandaag, van de week dat we vandaag een portret aangeboden zouden krijgen. Nou, heel mooi. En als ze dat doek hier zo lang op zou hangen, totdat die tegel die door de gemeente geplaatst gaat worden klaar is. Maar ja, dat daar zo massaal zou zijn en dat daar zoveel mensen op af zouden komen, dat overrompelt ons wel een klein beetje, eerlijk gezegd. Dit gebeurde op 14 november afgelopen jaar. Midden in de nacht botsen 4 tieners in een gehuurde auto frontaal op een ambulance. Anthony, Levi en Elvis komen om het leven. Kane raakt zwaar gewond, maar overleeft het wel. Ja, verschrikkelijk. Grootste nachtmerrie. Hij was zo'n lief manneke. Voor mij was het gewoon een voorbeeld, jong. En dan gaat hij naar een verjaardag. Komt s'avonds om 12 uur ongeveer thuis. Ja, dat is goed. Wij hebben 15 uur op de markt gestaan. Wij zijn in slaap gevallen en we worden wakker van politie aan de deur. Je zoon is dood. Wat moeten we dan nog doen? Op de plek van het ongeluk in Helmond, maar ook in Nune en Eindhoven, waar de jongens vandaan komen, werd massaal stilgestaan bij het ongeluk. Van een rouwkraam op de markt tot samenkomen op herdenkingsplekken. Ja, dat verdienen ze ook. Ik bedoel, kijk, wat wij nu doen voor deze 4. Ook al Kane is niet dood, Kane is nog in het ziekenhuis, goddank, weet je. Maar we staan voor jullie klaar. Je beseft het niet. Je beseft niet dat het echt zo is. En je wilt het wel beseffen, maar het lukt niet. Je raakt je vrienden kwijt. 3 beste vrienden. Eentje afwachten, ligt stabiel erbij, horen we. Vind ik het een kleine moeite om hier te staan voor ze, want andersom hadden ze het ook gedaan.